En bovendien is het ook weer tijd voor de Media Insight Boekenclub. Ja. De godfathers van de Nederlandse sportjournalistiek hebben een lijvig boek geschreven. Kees Jansma en Mart Smeets zijn allebei 75 jaar geworden. En daarom hebben ze dit lijvige boekwerk uitgebracht. Maar kan je ze even uit? Je moet ze uitdelen. Ja, ik moet het goede boek bij mezelf halen. Oh ja. Staat wat aan. Het heet Nabeschouwing. Dit zijn twee mannen. Jullie kennen ze ongetwijfeld. Kees Jansma en Mart Smeets. En die zijn bij elkaar 150 jaar oud. Alle twee 75. En die zijn met elkaar in gesprek gegaan over hun ongelooflijk rijke carrière. En vooral Mart Smeets duikt in dit boek echt naar de persoonlijke binnenkant. Naar de binnenkant van het Mart Smeets zijn. Ik wil jullie meenemen in eerste plaats naar pagina 17. De helft van de pagina. En daar geeft Mart Smeets wat bloot over zijn ochtendritueel. Advar. 17. Sorry. Ja, ben er. Okay. Midden op de pagina. Over de poezen. Juist. Ja. Dat heb je snel gezien, Roelof. Ik geef de poezen hun ochtendkorrels. Bibi is na een paar happen klaar en Baloo eet alleen de lekkere, grotere korrels eruit. Vreemd, maar waar. Dan zoeken beide dieren weer de slaapstand op, terwijl ze niet lang geleden wakker zijn geworden. Bibi kijkt me nog even aan met een blik van hier gebeurt toch helemaal niets spannends en doet de ogen weer toe. Baloo gaat uit mijn beeld op een van de banken zitten. Zoals iedere dag op hetzelfde plaatsje. Achter in de hoek, elke ochtend weer. Een poes is als een mens, een gewoonte dier. Om 9:00 in de ochtend mag ik mijn eerste koffie nemen en begin ik aan het klaarmaken van het lichte ontbijt. Het is idioot, maar waar. Ik houd me vrij strikt aan de opdracht van de bijsluiter en ook aan wat Martien Jansen, mijn huisarts, me heeft voorgeschreven. Of ik dat altijd heb gedaan met geneesmiddelen inname? Nee. Maar ik herlees de laatste zin en bedenk dat ik, God betere het, alweer over pillen bezig ben. En dus mezelf voor de tweede maal in nauwelijks 3 kwartier tijd in de rol van zielige, enigszins kwetsbare en ook oude man plaats. En als ik één ding echt niet wil, is het dat wel. Maar, bedenk ik in alle rust, waarom zou ik de waarheid niet onder ogen willen zien? Wow. Dit is dus hele wijze woorden. En dit gaat 500 bladzijden zo door. Ja, en dan wil ik jullie nog even meenemen naar het eind van het boek. Ja. Roelof, je hebt het al dichtgeslagen. En we gaan het helemaal doornemen. Ja. En dat is pagina 439 tot de rest. En dat gaat eigenlijk over de... Kees en Mart hebben alle twee een lijstje gemaakt met hun favoriete dingen. Nou ja, er vielen een paar dingen op. Favoriete kost van Kees Jansma. Zuurkool met worst en spek. Spaghetti carbonara. Zeetong. Paella. Boerenkool met worst, tuna door stroganoff, andijviestampop met een bal gehakt, caspaccio, pannenkoeken, pizza calzone, doraden, broodje half om. Nou ja, favoriete wereldsteden om doorheen te slenteren, te eten en te drinken en te shoppen van Kees Jansma. Londen, Rio de Janeiro, Maastricht, Valencia, Toronto, Brugge, Carmel, Tanger, Lissabon, Deauville. Bronkhorst. Nou ja, en dan hebben we nog niet eens gehad. Lijstjes doornemen. Jeetje. Nou ja, een paar hoogtepunten. Wat wil Mart meenemen naar een onbewoond eiland? Ja, dat vind ik geweldig. De Rolling Stone. Nou ja, het is een fascinerende kost, dit boek, Marcel. Dit is iets om een lekkere kerstvakantie mee te zitten. Dit is geweldig. Genieten. Leuk.